jongens, we zijn weer terug! Yay! Oké jongens, dit is een soort update video. Tussen jullie zien jullie live beeld van ik die een zeehond teken. En waarom een zeehond, vraag je dan af? Het komt omdat we een nieuw kanaal hebben genaamd De Zeehondjes. Het is eigenlijk zo, omdat Mr. Pinda Movies was eigenlijk gewoon het afsterven, echt al 4 jaar lang of zo. Het was een beetje alsof je familielid was gestorven en je maar gewoon een keer, zeg maar, net zoals aan touwtjes vast deed. En het zo was van, hij leeft nog jongens, hij leeft nog. Ondertussen kwam allemaal wormen uit zijn mond en zo. En iedereen is zo van, waar komt die stank vandaan? Ja, zo van, ik weet niet waar het vandaan komt, dit is sowieso niet oom George. En iedereen is zo van, oh, waar komen dan al die maden vandaan? En zo van, ik heb geen idee. Woo! Ja. Zijn huid is echt aan het verrotten en alles. Ja, precies. Dus waarom kan ik er niet in kleuren? Ik weet niet. Maar in ieder geval, zeg maar, dit kanaal is ook meer echt van ons drieën, zeg maar. En niet alleen dat ik echt puur alles overneem, dus we kunnen ook meer regelmatiger uploaden en zo. En we doen het nu dagelijks en het lukt allemaal gewoon. Stijnlijk. We hebben nog niks geüpload, maar het lukt wel allemaal. We hebben die kanaal intro. Zeg maar, we hebben een heleboel in petto. Het hele punt was met Mr. Pinda Movies ook, ik vond het nodig om een bepaalde slechte, ik vond het zelf slecht, maar bepaalde kwaliteit aan de video's te hebben, dat ik het echt moest editen en zo. En bij sommige gameplays was het gewoon volledig niet nodig dat ik het edit en ik deed het toch en het kostte voor mij echt fucking veel tijd. En nu hebben we gewoon letterlijk, we nemen het op. Als het niet grappig is, dan edit ik het er een beetje in. Als het wel grappig is, dan laat ik het gewoon volledig en hoef ik er niet aan te editen. En kan ik het gewoon gelijk online gooien en dan is het gewoon perfect. Ik weet niet, wat moeten we nog meer vertellen? Het kanaal, het is ook... het is eigenlijk hetzelfde soort gameplay. We spelen nog steeds spellen en we lullen nog steeds onzin eigenlijk over helemaal niks. Ja. Alleen, we doen iets minder Minecraft. Waarschijnlijk gaan we ooit nog wel een keer Minecraft doen, maar voorlopig nog niet, denk ik. Het goed nieuws, Tim doet niet mee! Tim doet niet mee. Kunnen we wel straks, aan het einde van de video, kunnen we wel een stukje laten zien van... Ja. We hebben echt miljoenen brieven gekregen. We hebben heel veel brieven. We willen niet dat die Tim meedoet nog hoor. En alsjeblieft, nieuw kanaal, Tim doet niet mee! Oh. We hebben deze video ook helemaal niet voorbereid, dus het klinkt allemaal heel vaag en zo. Het is nu al puur chaos. Ik weet ook... Jullie zullen wel zien hoe het gaat. Ja, zeg maar. We willen ook meer real life shit en zo, want wat we nu deden, af en toe deden we wel een vlog en zo, wat puur chaos was. We willen meer chaos, zeg maar. Zeg maar, wat we met Mr. Pinda Movies hadden was, het was chaos, maar het kanaal begon gestructureerd, dat we echt series deden, en het eindigde in pure chaos. En wat we nu willen is echt, we beginnen in pure chaos, maar in die chaos komt de structuur. Ja. Dus, heb ik dat goed uitgelegd, jongens? Ik vind het een goeie. Heel mooi. Heb ik ook letterlijk meerdere dagen over nagedacht. Weet je wel, als je onder de douche staat, dan denk ik van, wat ga ik vertellen in de update video? En dan heb ik, dat heb ik toen gedaan. Ik vind dat je best wel mooi aan het tekenen bent, Peter. Ja, ik wil hem inkleuren, maar ik mag van paint. Het is toch bij paint zo, als er iets afgesloten is, dat je het gewoon kon vullen met een ding. Maar dat mag dus niet. Wat? Het is volledig rebels. Alles wil gevuld worden, Peter. Of komt dat omdat ik met stift deed? Nee. Ja. Hij is roze. Ja, het zal wel. Kanaal staat trouwens al de hele tijd in beeld waarschijnlijk ergens. Je kan erop klikken. We hebben al een uitleg video, misschien hebben we ook al één video geüpload tegen de tijd dat ik dit upload. Zo niet. Tim zijn schuld. Dan niet. Tim zijn schuld. Tim, jij moet gewoon fixen, man. Fix het even. Ja, fix het even, Tim. Klootzak. Ik gooi op het einde van deze video gewoon een klein stukje van een van de video's die we net hebben opgenomen, want we pakken het ook anders aan, zeg maar. We hebben echt tijden afgesproken dat we allemaal gewoon tijd hebben om op te nemen. Niet zoals vroeger van dat ik Tim probeerde te bellen om op te nemen, dan zat hij op Texel en dan was Tim er uiteindelijk en dan was Yuri weer ergens aan het graven naar dingen. En dan moesten we wachten tot hij klaar was met graven en dan wou ik ineens weer heel graag graven en dan uiteindelijk gingen we alleen maar graven in de tuin en kwam er helemaal niks van dat we dat gingen opnemen. En we hebben dan ook, zeg maar, niet echt meer, als we graven dan doen we het gewoon met z'n allen en dan nemen we het ook op. Ja. We hebben ook
We hebben al, we zijn naar Facebook geweest en zo. Hebben ook wat lopen graven. Nou. Ik snap ook niet wat er nou weer grappig aan is. Dan doe ik een keer serieus en dan ga je helemaal uitlachen. Sorry man. Nee, maar je serieuze stem is gewoon nieuw voor me, snap je? Dat was wel serieus ook. Het is niet leuk. Te veel om in één keer te verwerken. Dit is zeg maar mijn spreekwoordstem. Ja. Ik was nooit heel goed in spreekwoord. Altijd als jij een spreekwoord doet, dan is het, heb je altijd het gevoel van hij verzint de helft van wat hij nu zegt, want verzint hij te plekken gewoon. Ook als je moet presenteren op school, ik weet dat je gewoon de helft gewoon op het moment dat je daar staat gewoon verzint. Heb ik ooit gepresenteerd bij ons op school? Ja toch, altijd moet je presentatie doen. Maar dat denk ik ook aan de middelbare. Ik weet dat, daar was jij volgens mij bij. Dat op een gegeven moment zei de lerares letterlijk van... Peter, je kan echt fucking goed presenteren. Je kan jezelf echt goed uiten en zo. En ik had echt onzin geluld. Ja. Dat was heel jammer allemaal. Dat was ook mooi, want volgens mij ging echt gewoon de helft van onze groep ging echt gewoon hard op lachen. Ja, maar ik vertelde echt een verhaal over dat ik ooit... iets van ja, bij de bakker was of weet ik veel wat. En ze vond het helemaal mooi. En het had ook niet echt meer iets te maken. Was dat niet voor het betoog en zo? Ja, we moesten het betoog houden. En het was ook zo, er zat iemand naast me. En het betoog moest 5 minuten zijn of zo. En ik had niks voorbereid. En die man, die zei dus van... Oké, Peter, Elsen, als de 5 minuten nog niet voorbij zijn... dan ga ik een beetje op mijn klokje tikken. En dan moet je maar gewoon nog meer erbij verzinnen. En ik was na 2 minuten al klaar met mijn verhaal. En dus hij ging op zijn klok tikken. Dus toen ging ik het verhaal herhalen, maar op een iets andere manier, zeg maar. Oh man. Van, ja jongens, nou even om de punten weer te bespreken. Dan wil ik toch wel even duidelijk melden dat, wat ik dus als eerst behandeld heb. En dan ging ik weer het hele verhaal hetzelfde houden, zeg maar. En uiteindelijk had ik net niet genoeg tijd. Maar die vrouw dat was fucking nice. Het was ook voor examen, zeg maar. Ja. En die vrouw zei dat ik gewoon een 7 of een 8 had of zo. En er kwam één zo'n naar mannetje uit de klas van... Oh, maar dat was niet binnen 5 minuten, dat was 4 minuten. Het was van, oh, daar heb je wel gelijk in. Nou, Peter, heb je toch een 5. Dat was echt naar, want dat was letterlijk gewoon voor mijn eindexamen. Dat is niet leuk. Ik ben nog steeds boos op die man. Het hele jaar door ben ik toen boos op hem geweest. En elke keer als hij wat aan me vroeg, dan ben ik boos. Nou. Dat was het verhaal. Dat was de update video, jongens. We hebben genoten. Nu even een lekker voorproefje van wat er jullie allemaal gaat zien op het nieuwe kanaal. Genaamd De Zeehondjes. Oh ja, dat is goed. De Zeehondjes. We hebben gezorgd dat het een beetje klonk als een goedkope band, zeg maar. Omdat we ook liedjes gaan maken. Ja. We willen zingen. We gaan zingen, jongens. Jullie wist hier nog niet van, Tim weet hier ook nog niet van, maar we gaan het spelen. Ik zing sowieso wel vaak. Je hebt toch van die, dus David en zo, die doen toch van die Minecraft parodies en shit? Als wij dan gewoon nauwelijks Minecraft gaan spelen, maar dan wel Minecraft parodies maken. Ja, dat zou wel chill zijn. Je hebt trouwens legit van die grote Amerikaanse YouTubers en die maken dan Minecraft parodies, maar ze hebben nog nooit Minecraft gespeeld. Dus je merkt ook in die liedjes zelf dat ze niet echt snappen waar ze het over hebben en... Echt dingen die al uit de game zijn. Wow, shit, mijn stem, man. Dat was wel fijn, hè? Het transformatie. Nee, mijn transformatie is hier, want een nieuw kanaal, een nieuw begin, nieuwe stem. Nieuwe baard in de keel. Nieuwe baard in de keel. Zeg maar, ik begon Mr. Pindamoes. Oh, trouwens, dat is best wel een groot punt. Mr. Pindamoes blijft gewoon bestaan. Af en toe gooi ik gewoon nog een video online, zeg maar. Gewoon even onregelmatig als nu. Dus... eigenlijk verandert er helemaal niks met dit kanaal, maar we hebben een nieuw kanaal waar we eigenlijk gewoon... beschikbaar zijn. Ja, we hebben gewoon een nieuw kanaal waar we dagelijks op uploaden en dit kanaal is gewoon precies hetzelfde als altijd. Af en toe gooi ik 3 maanden niks online en af en toe gooi ik 2 keer per week wat online. En dan hoor je ineens niks meer van me en is weer een Peter, ben je dood? En waarschijnlijk ben ik legit dood dan in die tijd. Nou, jongens, ik blijf ook maar lullen. Jullie moeten me stoppen. Oké, jongens, hier is het voorproefje van De Zeehondjes. Hey jongens, hier komt dus nu de echte voorproef van De Zeehondjes. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Ja? Oké. Jullie moeten eten, jongens. Eten. Ik ga ook zo eten, denk ik. Ja, ook eten, Tim? Ik weet het niet. Waarschijnlijk wel. Oh. Maar laten we nu wat voetjes zien van De Zeehondjes. Ja, ik wou nog wel even in. Ik wil wel weten of jullie... Is jullie nou ook weg, of niet?
Jury is echt weg. Wat? Ik ben er nog, ik ga weg. Oh. Hey, wat ga je eten? Geniet van het voetbal. Wat ga je eten? Shawarma. Shawarma. Dat is wel lekker. Dat is wel lekker, ja. Maar misschien moeten we deze video afsluiten. Nee, het voorproefje nog, man. Ja, ja eerst het voorproefje, maar... Ja, de video is voorbij. Nee, de update is voorbij, maar de... Ja, de footage van Zeontjes komt nu. Ja. Ja, dat kun je doen. Er een brandblaar op mijn arm en zeg maar, er komt er water in. Dat wil ik ook wel even vertellen, dit is belangrijk. Ik vertel het ook in de zeehondjes, zeg maar in de video. Ik had dus een brandblaar. Nee, wacht. Nee, als jullie dit verhaal willen horen, moeten jullie maar lekker naar de zeehondjes maar kijken. Maar ik vertel wel van het vervolg hier. Zeg maar die brandblaar. Nee! Is... Nee! Er zit allemaal water in en het is een bubbel geworden. En als ik erop druk, dan... Ik weet niet, er is hier een hele rivier gemaakt. Waarom is er een rivier in de hoek? Even bij Peter staan. Waar komt dat licht van je vandaan? Ik weet niet. Wow! Dat is een beest! Zit er een hond achter? Hij is niet vrolijk, dat is een hellhound. What the fuck? Niet alweer! Ik teleporteer letterlijk naar die kutte honden toe! Peter! Godverdering! Wow! Wat is er met ze gebeurd? Peter, what the fuck? Jij zou het wel van ons moeten doen. Raad eens wat we spelen. Ik weet het eigenlijk zelf ook niet. Ik weet het ook niet. Dit is hel, jongens. Dit is hoe hel eruit ziet. Dit is hel roleplay simulator. Tim, nee. Ik heb altijd al een echte manga willen zijn. We gaan echte manga... Ik heb ook altijd wel een Japans stripboek willen zijn. We gaan nu echte manga roleplay doen. Wil je ne pas victimiser ses enfants, je vous vois. Yeah. Ze kijken me allebei aan. Oh, hij met me, laten we weer weggaan, Tim. Ik wil niks mee te maken hebben.